Vitesse supporters hadden deze week de mogelijkheid een vraag te stellen aan technisch directeur Mo Allag. We kregen heel veel vragen binnen, waarvoor hartelijk dank. Vitesse TV heeft de 11 meest gestelde vragen aan Mo voorgelegd. Nou, op de eerste plaats, het gaat hier eigenlijk niet alleen om financial fair play. Het gaat er uiteindelijk ook om wat de eigenaar wil. Nou, de eigenaar heeft ook een duidelijke opdracht gegeven. Om in ieder geval te zorgen dat de inkomsten en de uitgaven wat meer in balans zouden moeten gaan komen. Nou, daarin hebben we een bepaalde financiële strategie voor ontwikkeld. En een aantal afspraken gemaakt. Nou ja, goed, je zult dus heel goed moeten kijken waar je in ieder geval in de organisatie kunt bezuinigen. Waar je trouwens ook in moet gaan investeren. Met name in de academie, in de scouting, et cetera, et cetera. En waarin je gaat proberen om de inkomsten te doen vergroten. Nou ja, goed. Wanneer nou exact weer op een goed niveau zijn, dat is een beetje lastig in te schatten. Omdat we gewoon van een aantal factoren afhankelijk zijn die dat mede bepalen. Maar gezien het feit dat we ook weer goede transfers hebben gemaakt, op de commercie mooie slagen hebben gemaakt, ja, dan verwacht ik wel dat als we dit de komende jaren door gaan zetten, dat onze slagkracht, en dan met name op de transfermarkt, steeds sterker gaat worden. Nou, eigenlijk simpel. Laten we eerst vooropstellen dat die positie inderdaad onderbezet is. We hebben op dit moment echt alleen Rochdy Aschentech die daar als linksback kan voetballen. We hebben uiteraard ook nog een aantal andere spelers die op die positie uit de voeten kunnen. Maar kwaliteit gaat voor snelheid. Dus we moeten heel voorzichtig zijn met de centen die we uitgeven. Dus wij vinden dat we echt voor kwaliteit moeten gaan. Nou, ja, en op dit moment vinden we dat de kandidaten die we voor ogen hadden niet in aanmerking komen voor Vitesse. Dus nou, we gaan ons de komende maanden of het komend seizoen ons verder oriënteren om ons daar op die positie in ieder geval te gaan versterken. De gesprekken gaan gewoon, die zijn gaande. We zitten nu even in een interlandbreek, dus dat betekent dat Kasia interlandverplichting heeft en wij daarna gewoon weer de gesprekken zullen voortzetten. De vibe is goed. De attentie is daar ook van beide kanten om te kijken of we in ieder geval onze samenwerking kunnen verlengen. Misschien ook wel goed om te zeggen is dat, kijk, je contracteert of je verlengt niet met een speler vanwege zijn populariteit. Je contracteert denk ik in eerste instantie, of dat weet ik wel zeker, op basis van iemands kwaliteit. Nou, en dat is denk ik het allerbelangrijkste. Goram Kasia heeft kwaliteit, neemt ook een bepaalde senioriteit mee en is daar trouwens daarbuiten ook gewoon een ontzettende populaire speler in de Gelredoom. Dus we gaan lekker de gesprekken voortzetten en we gaan zien waar wij op uit gaan komen. Interessante vraag. De afgelopen 2 jaar hebben we met name ook geïnvesteerd in de scouting. Dus niet alleen in professionals. Dus ik heb op dit moment de beschikking tot 4 fulltime scouts. Maar we hebben de afgelopen 2 jaren ook een systeem ontwikkeld. Waarin wij proberen, dus niet alleen maar op basis van live rapportages, maar ook veel op basis van datarapportages, ja, geschikte spelers voor ons te selecteren. Dat is een heel nieuw systeem, wat wij nu ook gaan invoeren voor de academie, ons met name ons interne scouting goed op orde te brengen. En daarin maken we inderdaad ook heel veel gebruik van data en statistieken. Dus een tip komt binnen, of vanuit ons netwerk zorgen wij dat de tips binnenkomen. We gaan op zoek naar spelers, we beoordelen die spelers, daar hebben we bepaalde rapportages voor ontwikkeld. En vervolgens koppelen we dat ook nog eens aan specifieke data die wij relevant vinden, zeg maar, met name voor de manier waarop wij willen spelen. Want wij willen alleen maar spelers hebben waarvan we denken dat die in ons manier van voetballen past. En we maken daar mooie slagen in, het ziet er goed uit. Ik kan wel zeggen dat op dit moment rond 70% zitten van de maximale capaciteit van onze scouting. En dan heb ik het echt met name over het verdere verbreden, het beter kwalificeren van onze scoutingsverzorgingsgebieden en het verder ontwikkelen van ons scoutingssysteem. Maar wij maken inderdaad ook veel gebruik van data en statistieken. Nou ja, kijk, net zoals elke Nederlandse club hebben we te maken met een behoorlijk verloop. Dus Nederland is gewoon een hele interessante markt voor het buitenland. Dus er wordt behoorlijk geshopt in Nederland en dat is bij Vitesse niets anders. Dus we zullen elk jaar gewoon te maken hebben met nieuwe spelers. Nou, de ene keer wat meer dan de andere keer. Zoals wij te werk gaan, laat ik het zo zeggen, het eerste wat wij doen is kijken naar onze academie. Zijn er spelers vanuit onze eigen gelederen die op het punt staan om door te breken, om door te stromen en
Wat voor positie nemen ze op dat moment in onze eerste selectie? Zijn het spelers die er gelijk staan of zijn het spelers die nog wat meer tijd nodig hebben? Nou, dat is eigenlijk de eerste fase van het proces, waarin we heel goed intern kijken wie er beschikbaar is. Als wij vervolgens vinden dat dat niet zo is, dan gaan we extern kijken. Dus dan gaan we naar onze scoutingsgebieden, die we heel specifiek selecteren, om daar vervolgens spelers te vinden die goed genoeg zouden zijn voor ons. Nou, mochten wij om verschillende redenen er niet in slagen om spelers buitenaf aan te trekken, dan hebben we nog een hele mooie, fantastische mogelijkheid. En dat is onze relatie met Chelsea. Waar we eventueel nog spelers kunnen gaan volgen en binnenhalen die ook bij Vitesse passen. Kijk, uiteindelijk, en ik denk ook dat de supporters dat willen, buiten het feit dat de supporters zich graag willen identificeren aan hun team, denk ik ook dat het heel erg belangrijk is dat zij een team zien wat competitief is, wat ambitieus is en wat in ieder geval veel kwaliteit herbergt. Dus dat neem ik altijd in mijn achterhoofd en ook in mijn voorhoofd mee. Maar fase 1 is altijd naar onze eigen jeugd kijken, naar onze eigen belofte elftal kijken. Fase 2 is de omgeving en fase 3 is onze relatie met Chelsea. Kijk, als we het hebben over continuïteit, als we naar de huidige selectie kijken, als we vanuit achteruit beginnen, dan kunnen we wel zeggen dat Rome en Piet natuurlijk al behoorlijk wat jaartjes bij Vitesse spelen. Datzelfde geldt voor Kevin Dix. Gourom Kasia gaat zijn 5e jaar in. Arnold Kruiswijk zijn 2e jaar in. Rojdi Asantech 3e jaar in. Dennis Oniek 2e jaar. Fakko wat al ruim 4 jaar bij ons speelt. Renato wat al behoorlijk wat jaartjes bij ons speelt. Ja, dus weet je wel, we hebben toch een x-aantal spelers die behoorlijk wat jaartjes bij Vitesse spelen. Dus er is altijd wel een vorm van continuïteit binnen een club. Maar je komt er niet aan, dat is nou eenmaal de status en de positie die we in het Nederlands voetbal hebben en die ook Vitesse heeft, dat wij nieuwe spelers moeten halen elk jaar, omdat er verloop het ene jaar wat krachtiger is dan het andere jaar. Het is lastig om een vergelijk te maken met andere clubs. Ik focus me liever op Vitesse. Nou, de afgelopen 2 jaar zijn wij bijvoorbeeld bezig met het installeren van een Vitesse voetballab, waarin we met name op het gebied van innovatie slagen willen maken. Innovatie, dat is een beetje een modewoord aan het worden. Data is ook een beetje een modewoord aan het worden. Maar wij gebruiken met name data en statistieken om het prestatie- en het ontwikkelproces van onze spelers te verbeteren. Nou, dus dat betekent dat we bij het eerste elftal op het gebied van innovatie werken met fysiologische monitoringsystemen. Dat we binnen de scouting werken met datasystemen. Dat we binnen de opleiding nu bezig zijn met het monitoren van onze ontwikkeling van onze spelers en dat vertalen naar data en statistieken. En overal zijn we nu bezig om een 3-4 grote strategische partners aan Vitesse te binden om ons met name op het gebied van data en statistieken te ondersteunen en te helpen om onze speelwijze beter te maken, maar vooral om onze spelers beter te maken. Ik vind dat dat een van de belangrijkste pijlers is van Vitesse op dit moment. Ik ben niet helemaal eens als het gaat om de negatieve berichtgevingen. Ik bedoel, ik denk dat Vitesse op dit moment met name in het nieuws is als het gaat om de manier waarop wij voetballen. Dus dat we weer een attractief team hebben, een talentvol team hebben, wat aanvallend voetbal speelt en zoveel mogelijk spektakel begint te leveren. Dus naar mijn mening is de afgelopen 2 jaar heeft er een kentering plaatsgevonden waarin Vitesse met name op de manier van voetballen bekend staat. Ik doe dit werk nu ongeveer 1 jaar of 10. En bij elke club heb ik eigenlijk dezelfde filosofie gehanteerd. Ik vind dat je als technisch directeur ben je met name met beleid bezig. Je kijkt naar de samenhang korte termijn, middellange en lange termijn. Dat is met name waar mijn focus op ligt. Dus 3, 4 of misschien wel 5 keer per jaar vind ik, en dat hoort ook, hè, dat vind ik ook mijn verantwoordelijkheid, vind ik dat ik moet vertellen waar wij technisch staan, hoe het seizoen is geweest, wat onze verwachtingen zijn. Maar over het algemeen gaat het om de hoofdrolspelers. En dat zijn de spelers van de eerste selectie en dat is de hoofdtrainer die naar mijn mening het meeste woord moeten gaan voeren. En verder vind ik het ook heel erg belangrijk om niet mezelf elke keer een podium te geven, maar ook vooral mijn collega's een podium te geven binnen het bedrijf om te vertellen waar we binnen Vitesse mee bezig zijn. Een Terry Peters die iets vertelt over het fysiologische gedeelte, Gerry Hamstra die iets vertelt over de academie of de hoofdscouting die iets vertelt over de ontwikkeling van de scouting. Ik vind dat eigenlijk eigenlijk wel... veel belangrijker dan dat ik zelf veel in het nieuws ben. Dus op gezette tijden ben ik er, net zoals vandaag.
Maar over het algemeen gaat het om de trainer, spelers en ook mijn collega's die een podium verdienen om te vertellen waar ze mee bezig zijn. Nou, John Dal Thomas maakt in ieder geval onderduit van een fantastische staf. We hebben daar echt heel veel kwaliteit. We hebben veel ervaring, zowel op het trainingsgebied als speler zijnde in de top. Dat ziet er hartstikke goed uit. Ik ben ook ontzettend tevreden over de staf bij de belofte met Johnny Lammers en Edward Sturing. We zijn bezig om de staf in de academie te ontwikkelen. Dus al met al is er heel erg veel potentie om misschien in de nabije of op de lange termijn uiteindelijk hoofdtrainer te gaan worden binnen Vitesse. Net zoals je naar spelers kijkt, kijk ik ook uiteraard naar trainers. En zal ik altijd proberen trainers te zoeken die passen binnen de filosofie van Vitesse. En vooral ook datgene waar we nu mee bezig zijn, die cultuuromslag, om dat te kunnen handhaven en door te gaan ontwikkelen. Nou, net zoals ik net uitgelegd heb, kijken we inderdaad altijd eerst naar onze jeugd en onze belofte. Vervolgens kijken we naar onze omgeving. Nou, als dat niet lukt, kijk ik ook naar Chelsea. We hebben een scoutingsteam dat met name de onder 19 en onder 21 van Chelsea vaak bekijkt, veel bekijkt en ook spelers beoordeelt. Zodat we altijd in ons achterhoofd hebben welke spelers er eventueel voor ons in aanmerking zouden komen als wij een andere speler niet zouden kunnen krijgen. Nou, dat kunnen daar net zoals dit seizoen 5 zijn of vorig seizoen 3. Nou, dat kunnen er volgend seizoen misschien 2 zijn of 1 zijn. Dat weet ik niet. Dat hangt ook helemaal van de situatie af of van een aantal factoren af. Maar laat voorop staan, dat vind ik wel heel erg belangrijk om te zeggen. De eerste fase is altijd onze eigen academie. Een van de voorbeelden is natuurlijk Kevin Dix, die vorig jaar bij ons aangesloten is. Nou, uiteindelijk zichzelf ontpopt heeft tot basisspeler. Dit seizoen zijn er weer 2 spelers vanuit de belofte team doorgeschoven naar de eerste selectie. Dus dat is Mo Osman en Elmo Liefdink. We hebben het afgelopen 4-5 maanden ook vaak een beroep gedaan op Julian Lelieveld, die zijn debuut heeft gemaakt trouwens in een Europese wedstrijd. Dus dat is natuurlijk hartstikke fantastisch. Is een speler die er aankomt. En zo zijn er nog wel een aantal spelers vanuit de academie en de belofte die nadrukkelijk op de deur kloppen. Nou, wij proberen in ieder geval de beleidsfilosofie te hanteren dat spelers een kans gaan krijgen bij de eerste selectie. En dan is het aan hun om uiteindelijk die stap te maken naar een volwaardige basisspeler. Ja, absoluut. Absoluut. Je moet je voorstellen, als een speler hier binnenkomt, dan wil je hem zoveel mogelijk weerstand geven. Je wil hem echt een podium geven waarin hij zich perfect kan ontwikkelen tot betaald voetballer. Het niveau van het eerste elftal is behoorlijk. Dat is echt de subtop van de Nederlandse Eredivisie. Dus een behoorlijk niveau. En om die gat tussen de academie, belofte en het eerste elftal zo klein mogelijk te maken, is het ook belangrijk dat met name je belofteteam op een zo hoog mogelijk niveau uitkomt. Dus als wij het zouden kunnen realiseren dat ons tweede elftal bijvoorbeeld in de Jubilee League zou uitkomen, zou dat wat Vitesse betreft fantastisch zijn. Want dat betekent gewoon dat spelers zich nog beter kunnen ontwikkelen en de stap naar het eerste elftal kleiner wordt. Die ambitie hebben we wel. We hebben een hele sterke ambitie. We hebben een hele sterke sportieve ambitie waarin we graag het hoogste nastreven. Dat is wat anders dan een keiharde doelstelling uitspreken als het gaat om de positie op de ranglijst. Als je nu naar onze huidige begroting kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat we bij de eerste 6-7 van de Eredivisie zouden moeten thuishoren. Nou ja, goed, de ene keer zou dat derde kunnen zijn, of tweede, of zesde, of misschien een keer een negatieve uitvallen naar de achtste. Maar wij hebben een hele sterke sportieve ambitie om zo hoog mogelijk in de competitie te eindigen.